Het is officieel lente. Woep, woep, woep. Dat is natuurlijk op zich al fantastisch, maar het betekent ook dat het tijd is voor een nieuwe Super Size trendvideo. Hoe omschrijf je nou het beste het aankomende zomerseizoen? Eigenlijk zijn de trends in de modewereld op dit moment heel onvoorspelbaar. Net zoals de rest van de wereld. Je ziet namelijk dat de turbulentie in de wereld en alles wat er op maatschappelijk vlak gebeurt zich terugvertaalt in de mode-industrie. En wat de tegenreactie vanuit fashion dan is, is vooral het vieren van het leven en dingen heel mooi, sparkly en uitbundig maken. De basis is eigenlijk jouw eigen individualiteit vieren in zo'n hele onzekere, best wel moeilijke tijd. De eerste grote trend voor het nieuwe seizoen is pastels. Klinkt niet echt verrassend. Ik bedoel, pastels zien we altijd in de lente terug. Maar er is wel degelijk iets anders. Dit seizoen zijn ze namelijk wel echt nieuw en fris omdat ze van top tot teen zijn. Dus je bent eigenlijk gewoon één grote sorbet-ijs. Bij Victoria Beckham zagen we dat in top tot teen violet. Dus dat lila paarse, wat heel erg een kleur van nu is. We zagen het bij Cies Marjan, een hele populaire Nederlandse ontwerper, van top tot teen in pistache groen. Dan lijkt dat misschien best wel een moeilijke of gewaagde trend om mee te beginnen. Maar eigenlijk is het heel simpel. Je doet gewoon je kast open, je pakt alles wat pastel is en gooit het bij elkaar. En voilà, je bent een waterijsje. Een tweede grote trend dit seizoen was de trenchcoat met een twist. Het motto voor dit zomerseizoen leek eigenlijk: pak een klassieker en geef daar een spannende twist aan. En de trenchcoat speelde dan echt een hoofdrol. We zagen hem in allerlei super toffe varianten, bijvoorbeeld met rafelrandjes of opvallende stiksels. Of zoals ze bij Margiela deden, ze haalden hem helemaal uit elkaar en zetten hem toen heel tof weer in elkaar, dat het een beetje een deconstructed look kreeg. Ik doe ook altijd zo alsof het over mijn beroep gaat, maar dat is niet zo. En wat je ook bij Celine zag was dat hij heel lang en vloeiend was, bijna als een jurk. De trenchcoat is dus niet meer suf en alleen voor detectives, maar kan nu ook gewoon deze zomer. De derde trend is best wel een opvallende en die is best wel lang weg geweest uit het hippe modeland en het is franje. Franje associëren we best wel snel met festivals en dan vooral een beetje die tacky looks met bloemenkransen en plaktatoeages. Maar dat is niet meer het geval. Dit seizoen geloven zelfs Chanel, Celine, Calvin Klein en Loewe aan de franjes. Dan weet je dat het wel goed zit met die fashion creds. Wat wel belangrijk is, is dat franjes echt van luxe, moderne materialen zijn. En er is wel zoiets als go big or go home. Dus geen laffe franjetasjes, maar echt hele jurken van slierten of hele opvallende accenten aan de mouwen. Niet dat halve werk. Wat we onder andere bij Miu Miu, Burberry en Fenty voor Puma zagen was een comeback van de 90s. Een hele tijd werd er vooral naar de jaren 80 gekeken, maar nu staan de jaren 90 weer helemaal op de kaart. Wat overigens ook betekent dat ik me heel oud voel, want ik was toen gewoon een kind. En vaak zijn die trends dan, gaan die over tijdperken toen ik nog lang niet geboren was. Dat is nu niet meer het geval. We kijken nu gewoon terug naar periodes waarin ik ook al kleren aan had. Vind ik best wel gek. Maar goed, de 90s revival die uit zich eigenlijk vooral in een terugblik op de klassiekers van toen. Dus bij Burberry gaven ze nieuw leven aan de klassieke, iconische ruitjes die in de jaren 90 helemaal populair werden. En Donatella Versace die trok de archieven open en die bracht alle iconische, succesvolle prints en designs van Gianni terug uit de jaren 90 toen de supermodels ook helemaal groot waren. En dat betekent ook dat de grunge looks van bijvoorbeeld een geruite jurk over een t-shirt of een slipdress over een t-shirt en zelfs de verenboa weer helemaal terugkomen en de 90s worden volop gevierd. Wil je zo'n trend nou een beetje op microniveau meepakken, dan kan dat ook. Bijvoorbeeld door een tas te dragen die helemaal in één monogram logoprint is. Dat zien we ook heel veel nu. Een andere mega trend voor het nieuwe seizoen zijn transparante stoffen. Past natuurlijk sowieso goed bij de zomer, want het is lekker luchtig. En het zorgt er ook voor dat je look wat meer dimensionaal wordt. Want je gaat dan, omdat het transparant is, echt spelen met hetgene wat je eronder draagt. Je kunt heel erg spelen met verschillende lagen, verschillende materialen en kleuren. Dus het is echt een trend voor de daredevil en voor degene die houdt van een beetje experimenteren. We zagen dat onder andere bij Dries van Noten, die altijd heel mooi speelt met vrouwelijke silhouetten. Bij Christopher Kane en natuurlijk bij Dior. Een andere hele toffe variant van deze trend zijn de doorzichtige tassen. Die zagen we bij Celine en bij Chanel en dan weet je wel dat iets een hype gaat worden, want die worden natuurlijk op tassenvlak mega gekopieerd. En het leuke is dat je best wel wat prijs geeft over je persoonlijkheid met zo'n tas. Kijk maar naar alle What's in My Bag video's. We willen toch gewoon weten wat jij allemaal elke dag bij je draagt, want het zegt gewoon heel veel over je persoonlijkheid.
Dus dit is wel een hele toffe trend waarmee je echt kan uitpakken en echt iets van jezelf kan laten zien. Dus ik verwacht ook dat die ieder moment door de Zara's, H&M's en Monkeys van de wereld wordt gekopieerd. Om nog even in de tassensferen te blijven, de fanny pack, oftewel het heuptasje of het tasje wat je aan een riem draagt, is here to stay. We zagen hem al een tijdje, het begon een beetje bij Gucci die de trend zette. En wat je smaak ook is, of je nou van minimalistisch houdt of van 90's of van retro 70's, is voor iedereen een fanny pack en de trend gaat nergens heen. Dus het leuke is dat ze nu heel sportief en echt oldschool zijn, maar ook veel vrouwelijker en meer glam en van mooi leer. En wat een hele leuke trend is die we qua streetstyle zagen, is dat je hem als riem ook over je blazer of over je trenchcoat draagt. Dus dat is een hele leuke nieuwe manier om te spelen met een tas die ook een riem is. Dan een trend die ik soms best wel moeilijk vind, omdat die me heel erg doet denken aan Gossip Girl, is die van de gekleurde panties. Lange tijd was het echt niet done in de modewereld, maar de gekleurde panties zijn weer helemaal terug. En dan zie je dat bijvoorbeeld bij Celine, bij Balenciaga, waar de kleuren van de panties heel verfrissend en nieuw en anders zijn. En je kunt dan kiezen voor een echte color clash door bijvoorbeeld groene panties te dragen bij een gekleurde jurk of rode panties. Ja, klinkt super heftig. Maar op de catwalk ziet het er echt mooi uit, dus ik begin wel een beetje aan het idee te wennen. Maar als dat voor jou, net als voor mij, toch iets te veel is, kun je ook net als bij Tom Ford kiezen voor een mooie metallic variant. Ik moet zeggen dat ik wel heel blij ben dat er iets meer aandacht wordt besteed aan panties en dat daar iets meer liefde aan wordt gegeven in de modewereld. Want in Nederland is het altijd gewoon mega koud en kun je precies 3 dagen per jaar met blote benen naar buiten. Dus zo kunnen we toch een beetje losgaan met styling. Qua stoffen zijn satijn en zijde heel populair voor het nieuwe seizoen. We zagen het vooral in Londen veel op de catwalks. En het is best wel logisch dat dat voor de zomer terugkomt, want het licht valt er heel mooi op. En het is een hele luxe stof die toch vrij luchtig is. Dus je ziet er meteen heel glam en dressed up uit. Tegelijkertijd zit het gewoon heel lekker en beweegt het heel vloeibaar mee. Dus je kunt er ook heel lekker een hele dag in rondlopen. En dan blijft het er luxe uitzien. Dus het is een hele fijne, veilige, maar tegelijkertijd hele glamorous keuze voor de zomer. We zien dat dan vooral in mooie blouses, jurken en mooie flowy rokken. Wordt mode diverser in 2018? Dat lijkt wel een van de grootste tendensen die eigenlijk verder gaat dan een trend te zijn. We zagen eigenlijk een jaar geleden ongeveer dat modehuizen steeds meer interesse kregen in feminisme en ook hun macht en hun stem echt wilden laten gelden. Dat begon een beetje met Dior, die de t-shirts maakte met We Should All Be Feminists. En dat veranderde eigenlijk een heleboel in de modewereld. Wat we dit seizoen bijvoorbeeld zagen is dat Mara Hoffman, de New Yorkse ontwerpster, de organizers van de Women's March op haar catwalk liet lopen. En dat ze bij Missoni bijvoorbeeld pink pussyhats op de catwalk stuurde. Dus wat je heel erg ziet is dat in de modewereld nu ook echt een statement gemaakt wordt. En wat me opvalt is dat diversiteit steeds belangrijker wordt. En ook gelukkig maar. Het werd tijd dat we niet alleen maar in één hokje dachten. Dus er lijkt steeds meer ruimte te komen voor vrouwen die bijvoorbeeld Latina zijn of een donkere huid hebben of ander haar hebben of die plus size zijn of juist petit, waarbij het niet alleen maar dun, blank en rijk hoeft te zijn. Ik denk dat er steeds meer een besef komt dat mode wordt gemaakt voor vrouwen en dat er daarom een wat meer respectvolle fashion scene moet komen. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, ja, dat is natuurlijk de vraag. Dit waren de grootste nieuwe trends voor het nieuwe seizoen. Ik hoop dat je lekker wat inspiratie hebt opgedaan. Dat je misschien al voor je kast gaat staan om een beetje te mixen en matchen. Laat me zeker ook weten welke trend je helemaal voelt en waarvan je denkt, gadverdamme, dit is niks voor mij. En als je meer video's wil zien, vergeet dan natuurlijk niet je even te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik heel leuk. Tot in de volgende video. Doei!